Ik heb nog geen kijkje genomen op het plein. Ik heb hierachter gezeten, lekker voorbereid, goed geconcentreerd. En ik heb alleen gehoord van de collega's die terugkwamen, onder andere net van Frans Duits, dat de sfeer op het plein is waanzinnig. Dus ik heb er ongelooflijk veel zin in. We hebben nu een nieuw lied gemaakt voor het Europees Jaar van de Vrijwilliger met de titel Living Forgiving. Dit is eigenlijk een lied wat bedoeld is als een eerbetoon aan alle mensen die het vrijwilligerswerk doen in Nederland. Ik heb dit samen met de Tros mogen uitbrengen. Daar ben ik ongelooflijk trots op. En we gaan het vandaag gewoon aan de mensen presenteren. En het is nieuwe muziek. Ja, en daar zal altijd afwachtend op gereageerd worden. Maar uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat we dat op de juiste manier kunnen brengen. Het nieuwe muziek brengen is altijd spannend. Het is altijd het moment waarop de luisteraar voor het eerst contact maakt met je muziek. En waar de luisteraar gaat zeggen, vind ik dit heel mooi, wil ik dit nog een keer horen. En dat is altijd ook de gezonde kriebel die je als artiest hebt. Ik ben een klassiek zanger, dus ik zit in het klassieke segment. Dat kan je aan opera, operette muziek denken. Daarnaast heb ik een eigen album gemaakt, L'amore vincerà, wat titel betekent Liefde zal overwinnen. En dat is meer een crossover album. Dus zijn nieuw geschreven melodieën, speciaal voor mij geschreven melodieën met Italiaanse teksten. Dus vrij divers in de klassieke hoek. Mijn grote voorbeeld, dat is, laten we het zeggen, voor de mensen heel bekend te houden, dat is natuurlijk Luciano Pavarotti. Dat is de grote opera-legende die geleefd heeft. Ik heb hem ooit nog één keer zelf live mogen zien in de Ahoy Hall in Rotterdam. En dat was een prachtige belevenis. En kijk ik naar mijn stemregister als bariton, is mijn grote voorbeeld John Brugler. Maar dat is echt een opera-bariton. Ik kan me voorstellen dat de mensen thuis denken, geen idee, is niet erg. Brava NL, ken je die? Ik ken Brava.nl, ja. Ja, het is een hele mooie zender. En ik heb recentelijk in een gesprek met mensen van Brava gezeten over een heel ander project. En ik ben ongelooflijk blij dat een zender als Brava bestaat. En dat een zender als Brava het succes heeft wat het op dit moment doormaakt. Want klassieke muziek moet blijven leven. En dat doet het ook wel. Maar Brava is daar een aanjager van.